Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking boven Nederland en de wolken die we op de satellietfoto in onze buurt zien zijn sluierwolken. Daar schijnt de zon makkelijk doorheen. In de loop van de ochtend zal er hier en daar een eerste cumulus ontstaan. Dat is een kleine stapelwolk en die zien we vanmiddag op wat meer plaatsen. Maar goed, de zon heeft het grootste deel van de dag toch echt het, uh, de boventoon. En dat betekent dat het een prima zon overgrote dag is. Een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten en het wordt 16 graden. De temperatuur gaat vanavond uiteraard wel wat omlaag. De stapelwolken zullen verdwijnen en we gaan een heldere avond en nacht tegemoet, waarin de temperaturen dalen tot een graad of 4. Dan begint de dag morgen in het westen en zuiden nog met volop zonneschijn. Maar in het noordoosten en noorden begint de bewolking al snel toe te nemen. En in de loop van de dag kan daar ook een enkele spat regen vallen. Temperatuur wordt 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Met nog steeds een matige wind uit het noordoosten. Vrijdag, zaterdag en zondag is de kans op buien groter. Waarbij in de loop van het weekend de kans op onweer ook toeneemt. Er is af en toe een beetje zon tussendoor. En de temperaturen gaan nog wat verder omhoog. In het weekend wordt het meer dan 20 graden in het binnenland. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.